Afgelopen week in Violetta. Tussen Francisca en Marco loopt het mis. En ik weet dat ik niet door wil gaan als stel, want het doet ons geen goed. Ze besluiten goede vrienden te blijven. En als Marco goed nieuws van het Royal Auditorium krijgt... Wat? Ik zit in de voorselectie. Ik ga naar Londen. Geweldig. Vertelt hij zijn geheim aan Francisca. Ik droom al lang van een carrière daar. Ik vind het belangrijk dat jij je droom verwezenlijkt. En nu ik het weet, steun ik je. Francisca ziet Diego met een onbekend meisje. En dat confronteert haar met haar gevoelens voor hem. Volgens mij is hier iemand jaloers, hè? Ik ben niet jaloers. Maar het mysterie is snel opgelost. Zijn jullie familie? Ja. En als je het niet gelooft, vraag het dan maar aan Camilla. En Diego speelt open kaart. Je bent echt een heel mooi meisje. Iedereen zou verliefd worden op jou. Wat wil je daarmee zeggen? Je weet heel goed wat ik bedoel, maar ik vind het moeilijk om het je te zeggen. Leon neemt intussen een ingrijpende beslissing. Na de presentatie voor Umix hou ik op met de studio. Het lijkt me gewoon beter om me helemaal te concentreren op de band. Violetta probeert hem op andere gedachten te brengen, wat voor de nodige spanning zorgt. Ik heb je 100 keer gezegd hoe belangrijk het voor me is. Je hebt het 100 keer gezegd, maar ik begrijp je niet. Goed, als je me niet begrijpt, dan zijn we dus uitgepraat. Alex maakt gebruik van de situatie om dichter bij Violetta te komen. Ik kan er niet bij dat hij weg wil, alleen maar omdat Umix de band niet wil steunen. Dat is toch waanzin? Ben je er zeker van dat dat de enige reden is? En Vera doet hetzelfde bij Leon. Ik vind juist dat je een goede beslissing genomen hebt. Herman en Priscilla besluiten op reis te gaan met Violetta en Lucinda. We hebben een plan om elkaar beter te leren kennen. Aangekomen in Barcelona krijgt Violetta onverwacht bezoek. Violetta! En Lucinda wordt jaloers als ze een foto ziet van Federico in Rome. Dat kan niet waar zijn. Ze pakt stiekem haar koffers met de bedoeling naar Rome te reizen. Niet weten dat Federico inmiddels in Barcelona is. Wat zal Lucinda blij zijn je te zien? Wordt vervolgd. Violetta zie je elke maandag tot en met vrijdag op Disney Channel.